Symbaloo heeft iets nieuws geïntroduceerd: lesplannen. Erg interessant voor diegene die op wat voor manier dan ook met onderwijs te maken heeft. In een eerste auto heb ik laten zien hoe je lesplannen gemaakt door anderen kunt gebruiken. In deze auto zie je hoe je zelf een lesplan maakt. Ik ben gesurfd naar lessonplans.symbaloo.com en ik log in met mijn Symbalo-account. Ik wil nu zelf een lesplan maken, dus ik klik hier. Je vult de titel in, de omschrijving en je formuleert verschillende doelen. Als je er meer wilt gebruiken, gebruik je de knop voeg toe. Onderaan kun je aangeven hoe lang de les duurt. Je slaat de instellingen op. In het midden zie je het blokje scherm waarbinnen het lesplan wordt samengesteld. Door op de plaats te klikken waar je het lesplan wil starten, Verschijnt er aan de linkerkant een venster waarmee je kunt bepalen wat er in dit vakje moet worden geplaatst? En dan zie je dat er heel veel mogelijkheden zijn. In ieder geval moet je altijd een titel invullen. Daaronder kun je een instructie toevoegen. Ik voeg hier een filmpje toe. Dat kan uiteraard via deze knop. Er wordt dan op YouTube gezocht. Ik vul een zoekterm in. Je ziet het resultaat. Je kunt een filmpje uiteraard eerst bekijken. En dat is wel verstandig. Niet alleen omdat je natuurlijk wilt weten wat er precies in het filmpje aan bod komt, maar ook omdat de titel niet altijd overeenkomt met de daadwerkelijke inhoud van de video. Dit filmpje heb ik al eerder bekeken en ik weet dat ik dat rustig kan gebruiken. In dit geval stel ik nog geen vraag, dus hoeft er geen vraagtype te worden geselecteerd. Onderaan kun je een route toevoegen of de route wijzigen. Nu zie je twee te volgen routes. In een leersituatie is dat natuurlijk heel praktisch. Je kunt leerlingen direct doorsturen naar vragen over het onderwerp en in de andere richting nog extra uitleg geven. Ik sla het blokje op. Je ziet dat bij de aangrenzende blokjes waarheen een pijl wijst een plusje verschijnt. Ik maak nog een ander blokje. Vul de gegevens in. En nu voeg ik een bestand toe. En ik sla ook dit blokje op. Bij het volgende blokje maak ik een vraag. Ik vul weer de gegevens in en maak er een meerkeuzevraag van. Ik klik op het antwoord dat het juiste moet zijn en sla het blokje op. Met deze knop kun je een voorvertoning bekijken. Als je op het eerste blokje klikt waar je moet beginnen, krijg je eerst de inleiding en geformuleerde doelen te zien. En dan krijg je de eerste stap, in dit geval dus het filmpje. Als dat bekeken is, ga je verder. Dan kun je aangeven welke route je kiest. Maar je kunt ook nog de andere route doen. Als je de muisaanwijzer boven een blokje zet, zie je de titel van het blokje. Tot zover deze how-to over de lesplannen van Simbolo. Meer in een volgende how-to.